En er was ook nog iets heel opmerkelijks op internet gekomen. Een parkverbod. Ja, iemand heeft hier een parkverbod gekregen en heeft die brief op Marktplaats gezet. Je kon erop bieden. Leuk souvenirtje stond erbij. Ja, lichtelijk bizar. Het bleek dus te gaan om degene die hier een aantal maanden geleden zeepsop in alle vijvers gegooid heeft. Die is dus wel gepakt, maar die heeft nu dus een 6 maanden parkverbod. Had voor mij wel iets langer mogen zijn.